ik altijd in de horeca gewerkt. Maar na 18 jaar dacht ik, trek gewoon stout schoenen aan. En het is eigenlijk nooit te laat om weer die zorg terug in te gaan. We hebben eigenlijk twee groepen hier op de locatie. Groep groen noemen we dat en groep geel. Kant geel heeft meer verzorging nodig dan kant groen. Dus dat is echt wel heel verschillend. Maar dat maakt het ook juist wel heel erg leuk en boeiend. Kant geel, waar ik eigenlijk op werk, doen we meer met tactiele communicatie, verbaal iets minder. Zoals met Roy spreek ik dan het meest in gebarentaal. Nu moet je niet denken dat ik heel veel gebaren en zo ken. En je collega's helpen je heel erg om dat eigenlijk zo snel mogelijk door te krijgen. En ze zijn ook heel geduldig, dus dat leer je eigenlijk allemaal vanzelf. Ik moest er eerst best wel heel erg aan wennen. Ik dacht, goh, hè, zelfsturend, hè, wat is dat nou? Maar het is ook heel erg mooi, want zo hebben we ook mooie vakantieweken nu georganiseerd. Dus dat is heel erg leuk aan het zelfsturende. En wat ik daar het mooie van vind, is dat iedereen's stem net zoveel telt als de ander. En dat we samen tot een conclusie komen. En dat maakt het heel fijn. We gaan echt wel ook af en toe lekker met elkaar een borrel drinken, lekker uit eten, een feestje vieren. Zodat je elkaar niet alleen op de werkvloer spreekt en leert kennen, maar ook daarbuiten. Als je hier wil komen werken, dan kan ik je alleen maar meegeven dat je een heel leuk zelfsturend team krijgt. Een supermooie locatie en gewoon superleuke cliënten, vind ik persoonlijk.